Dag dames en heren, welkom bij de nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. Na een zeer warme september en een zomerse start van oktober tapt het weer de komende tijd geleidelijk uit een ander vaartje. De herfst nadert, niet alleen op de kalender, maar ook zeker het weer gaat de komende tijd meedoen. Nou, in deze video gaan we kijken hoe herfstachtig het in de loop van deze maand kan worden. En of we misschien al wel een keer met een beetje kou uit het noorden van Europa te maken kunnen gaan krijgen. Nou, we beginnen met de kaart voor komende week, de luchtdrukkaart. En dan zien we nog steeds, eigenlijk zoals de afgelopen weken ook al het geval was, een vrij groot lage drukgebied ten noorden van ons met een uitloper richting de oceaan. Ja, bij ons levert dat een veelal zuidwestelijke stroming op, met de aanvoer van vrij warme lucht uit het westen van Spanje en Portugal. En ja, dat houdt komende week dus ook nog grotendeels stand. Dat levert vrij hoge temperaturen op, maar wel licht wisselvallig weer met afwisselend, soms een nazomerdag met hoge temperaturen, maar soms ook een duidelijk mindere dag als er een front passeert met bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Nou, dat zien we ook op deze animatie. Lage drukgebieden houden zich vooral op ten noorden en ten westen van ons, maar langzaamaan neemt de wind in onze omgeving toe en passeren er ook verschillende lage drukgebieden volgende week. Dat wordt vervolgens weer gevolgd door een hoge drukgebied, maar daarna zal het opnieuw wisselvallig worden met dus van tijd tot tijd regen. Het stabiele en droge nazomerweer laten we dus komende week geleidelijk achter ons. Daarbij is het in eerste instantie nog wel warm, want de temperaturen liggen toch flink boven normaal de komende week. Ik denk dat we in onze regio rekening moeten houden met waarden zo'n 4 tot 5 graden gemiddeld boven normaal. Dat is gerekend over half oktober. Nou, de normale waarde is overdag zo'n 16 graden en tijdens de nacht een graad of 8. En dat betekent dat we komende week best nog wel wat warme dagen tegemoet kunnen zien. Zeker in het binnenland en ook in de landen rondom ons heen geldt dat. Temperaturen van 20 graden vaak en soms in het zuidoosten met name nog wel iets hoger dan dat. Ook de nachten zijn daarbij zacht met waardes ruim boven de 10 graden. Maar in de loop van de week gaat dat geleidelijk wel veranderen. We zien hier de temperaturen nog rond de graad of 20 liggen. Overigens is dit een pluim voor Midden-Nederland. In het zuiden is het dus nog een paar graden warmer. Maar die omslag vindt ergens hier volgende week donderdag of vrijdag plaats. Dan passeert vanuit het westen een koufront, behorende bij een van die lage drukgebieden. En daarna gaat de temperatuur toch langzaamaan omlaag richting 10 tot 15 graden. Dat betekent dat het tegen die tijd iets te koel wordt voor de tijd van het jaar. En daarbij neemt dus ook de wisselvalligheid flink toe. Een week verder, dan hebben we een hoogtekaart met de zwarte lijnen die geven de hoogste stroming weer en de blauwe kleuren lagere druk en de oranje kleuren hogere luchtdruk ten opzichte van normaal. Ja, dan zien we toch wel een patroon ontwikkelen wat we vaker in de herfst bij ons terugzien. En dat is een behoorlijk sterke weststroming met lage drukgebieden vlakbij. En dat betekent behoorlijk wisselvallig weer. En ja, in zo'n periode zou er ook wel eens een keer een storm misschien wel kunnen optreden in onze omgeving. Geldt niet alleen bij ons, maar ook zeker in delen van Scandinavië, Denemarken, maar ook op de Britse eilanden en Ierland kan het behoorlijk wisselvallig en soms winderig zijn. Ja, en dat zien we ook terug op de luchtdrukkaart. Veel blauwe kleuren, vooral ten noorden en westen van ons. De zuidwestelijke tot westelijke stroming blijft daarmee wel in stand. En dat betekent wel dat vrij warme dagen en koele dagen zich nog steeds afwisselen. Maar door de hoge mate van regengebieden en buien die overtrekken, zal de temperatuur toch wel gedrukt gaan worden. Dagen met 20 graden worden spaarzaam. En ja, er zou ook zomaar eens een keer tijdens een echtere verregende dag een serieus koele dag al tussen kunnen zitten met 10 of 12 graden als maximum. Dat is helemaal niet zo vreemd in deze tijd van het jaar. Ja, en daarbij komt dus ook veel neerslag kijken. In die week eigenlijk in heel West-Europa een flink overschot aan neerslag ten opzichte van normaal. Een millimeter of 30 à 50 kan er lokaal wel meer vallen dan gebruikelijk is. Dan spreken we over neerslagsommen van om en nabij de 40, 50 millimeter misschien wel. En dat zal zeker in de kustgebieden gelden. En dat zien we ook op deze kaart. Langs de kust, maar ook langs de Engelse kust, bij Frankrijk, bij de Golf van Biscayen. Daar zijn de neerslagsignalen fors boven gemiddeld. En dat heeft natuurlijk te maken met het warme zeewater.
met die lage drukgebieden koelt de bovenlucht af. In combinatie met het warme zeewater worden de temperatuurverschillen zo groot dat met name langs de kust er soms behoorlijk stevige buien kunnen ontstaan. Ook met kans op onweer van tijd tot tijd. En dat zal ook langs onze Noordzeekust van tijd tot tijd opgaan. Ja, dan gaan we langzaam al even een blik werpen op de periode richting de maandwisseling. Is nog wel ver weg, dat duurt nog zeker 3 tot 4 weken. Maar er zijn wel signalen dat het ook dan vrij wisselvallig blijft. Ook dan zien we veel groene kleuren boven West-Europa. Bij ons iets minder, dat heeft te maken met een hoge drukgebied dat zich geleidelijk ten noorden van ons gaat opbouwen. Daardoor zou de wind wat meer uit het noorden tot noordoosten kunnen komen en levert dat bij ons iets minder buien op. Maar de meeste buien vallen nog steeds wel in onze omgeving, vooral ten westen en ten zuidwesten van ons, met een flink overschot aan neerslag. Ja, dat zien we dan ook wel terug aan de luchtdrukkaart. Hier helemaal bovenin zien we een rood signaal ontstaan eigenlijk als het ware. Nou, dat is een hoge drukgebied waarschijnlijk dat zich daar een beetje gaat opbouwen. Ja, en daarmee kan dus een wat meer noordelijke stromingen ontstaan, met dus ook de aanvoer van wat koudere lucht eventueel. Nou, veel kou is er waarschijnlijk nog niet voorhanden. Dat is de komende week niet. En dat zal eind van de maand waarschijnlijk ook nog niet echt het geval zijn. Maar het kan wel wat koudere nachten met name gaan opleveren. Zeker als de wind even wat meer aflandig wordt, dus wat meer uit het noordoosten of oosten zal waaien. Ja, dan neemt potentieel ook de kans op de eerste nacht met vorst misschien wel toe. We zijn al vrij laat. De eerste nacht vorst vindt normaal eind september of begin oktober plaats. Maar ja, is dit jaar dus wat later dan gebruikelijk. Maar die kans gaat de komende weken, met name aan het eind van deze maand, dus wel geleidelijk toenemen. Of het echt nog warm zomerweer wordt, ja, de komende week dus nog wel een paar dagen. Maar daarna lijken we dat na zomerse weer dus wel geleidelijk aan kwijt te raken. Nou, volgende week gaan we weer verder kijken hoe de ontwikkelingen dan ervoor staan. Ik wens u alvast een mooi weekend.